Ik ben Martijn Afslonden. Ik ben spreken, schrijven, ideeën bedenken. En ik hou me bezig met een netwerk- en informatiesamenleving. Jarenlang zijn we bezig geweest met het vergaren van bezit. Heel veel van onze status draaide om de bezittingen die we hadden. Nou, bezit beperkt. Hoe meer je hebt, hoe meer je kwijt kan raken. En Jeremy Rifkin heeft een paar jaar geleden een heel gaaf boek geschreven. Dat heet The Age of Access: Het tijdperk van toegang. De netwerksamenleving gaat eigenlijk over toegang. Het leuke van toegang is dat kun je weggeven terwijl je het nog steeds hebt. Dat kun je delen met elkaar. We zitten midden in die deeleconomie waarbij mensen elkaar aan het helpen zijn. En dat wordt nogal een uitdaging en een kans ook natuurlijk voor het openbaar bestuur. Want ja, als mensen dingen met elkaar gaan delen gaan ze geen dingen meer kopen. En uh, ja, hoe moet je dat dan belasten? Wat betekent dat voor de belastingdienst? Wat betekent dat voor de economie? Volgens mij gaan we met z'n allen veel minder geld verdienen de komende tien jaar. Maar gaan we meer consumeren en met elkaar delen? Nou, dat is een beetje gek en ingewikkeld, maar daar moeten we wel over nadenken. Ja, kan iemand mij uitleggen waarom in Godsnaam een gemeente een website koopt voor 100.000 euro. En dat dan de buurgemeente ook een website koopt voor 100.000 euro. Met waarschijnlijk dezelfde functionaliteit. Dat ze elkaar niet even bellen met. hé, hey, uh, de website van ons is af, willen jullie de code hebben. Um, we zijn heel veel onnodig dubbel werk aan het doen. En dat is logisch vanuit de historie, maar dat slaat eigenlijk nergens meer op. Uh, er zou een logisch verband moeten bestaan tussen het woord organiseren en het woord organisaties. En in toenemende mate is het buitenorganisaties, dus ook overheidsorganisaties, leuker. Fijner, makkelijker, goedkoper of gratis om iets gedaan te krijgen dan in organisaties. Dus we moeten op een hele andere manier leren werken. Dat zijn compleet nieuwe organisatieparadigma's. Dat gaat over delen, helpen, foutentolerantie, iteratief verbeteren. Dus ik voorzie het einde van bijna alle grote uh, overheidsorganisaties tussen nu en een jaartje of tien. En het goede nieuws is: dat is niet erg. We kunnen echt miljarden besparen. En een op de zeven Nederlanders controleert die andere, zeven, uh, andere zes. En ja, dat zijn bijna altijd ambtenaren. En uh, bij de overheid hebben ze nogal eens de neiging om, uh, als er iets gebeurt, dat ze er bovenop springen en dingen willen gaan doen. Maar volgens mij gaan de ontwikkelingen in deze tijd zo hard. dat in heel veel gevallen veel beter idee is om even niks te doen. Dus even geen windmolenparken bouwen, geen schaliegasdingetjes doen, gewoon even wachten. Want er zijn zoveel gave technologieën die altijd gedoe overbodig maken. Dus misschien is het goed dat we af en toe even wat minder doen. En dan heb je ook minder beleid nodig. Ik heb een aantal jaren geleden heb ik de tussenevaluatie gedaan voor de commissie Hermans naar de, de dualisering van de provincies. Uh, dus ik heb alle provincies van dichtbij bekeken. En ik dacht een tijd lang: goh, hebben we die nou nog echt nodig? Nou. Ik dacht, joh, we hebben een soort roep in onze samenleving dat we misschien van de provincies af moeten of dat er minder moeten komen. Ik ben er helemaal op teruggekomen. Uh, sterker nog, ik denk dat we af moeten van de ministeries. Die werken nogal verlammend. En dat we uh, genoeg hebben aan samenwerkende provincies. Misschien de Verenigde Provincies van Nederland weg met de ministeries. Waarom? Uh, te traag. Uh, weinig lerend vermogen als je vergelijkt met de maatschappelijke en technologische werkelijkheid. En de schaal van de regio. Um, kijk naar het boek van Benjamin Barber over What if Majors would rule the world. De schaal van de regio, stad en onderland, zoals we dat in Noord-Nederland, waar ik vandaan kom, uh, plachten te zeggen. Is de schaal waarop je een soort menselijke maat hebt, een feedback loop hebt. En dat je de maatschappelijke werkelijkheid en de politiek bestuurlijke werkelijkheid heel dicht bij elkaar hebt zitten. Zodat je heel snel kan leren en kan ingrijpen en kan verbeteren. De tijd dat je echt vanuit Den Haag of Brussel de werkelijkheid kon veranderen voor mensen waar je het uiteindelijk voor doet en de mensen die jou betalen, ja, dat is echt van vroeger. Dus we moeten af van die grootschalige aanpakken en we moeten op maat in de regio verschillende aanpakken gaan gebruiken en heel snel van elkaar gaan leren. burgerparticipatie. Uh, heel lang uh, was burgerparticipatie, dat is een beetje, ja, je stopt de grote schreeuwlelijkers op een dossier, stop je in een ruimte, samen met de overheid, dan doe je even een tijdje alsof je naar ze luistert en daarna ga je doen wat je toch al deed. In elk geval niet wat zij deden. Uh, dus volgens mij moeten we af van burgerparticipatie. Ik denk dat het de tijd is voor overheidsparticipatie. Dat betekent twee dingen. Uh, een groep burgers is iets heel gaafs aan het doen, het is nieuw, het is een beetje gek, je bent er niet aan gewend, maar daar zou wel eens een oplossing kunnen lig liggen voor een, een probleem. En wat je dan doet als overheid is dan bemoei je er gewoon even niet mee. Ga je even niet zeuren over vergunningen, ga je niet zeuren over toestanden. Je laat ze gewoon even geworden, in interactie, lekker overleggen met elkaar, zodat je met elkaar wat nieuws leert waar andere burgers wellicht ook wat aan hebben. En als je massa hebt als overheid, bespaart het je geld en gedoe en een mooie oplossing. En tevreden burgers, want daar deden we het voor. Dat betekent nog wat anders, burger uh, overheidsparticipatie, dat je op sommige plekken dat je, even, je er wel mee bemoeit. Omdat een burger even toegang heeft, nodig heeft tot de grimzaal. Misschien wat spulletjes nodig heeft die de gemeente ergens even liggen. Dat kan een vrachtauto zijn van de gemeentewerkplaats of iets anders. En dat je misschien een beetje geld geeft, een beetje speelgeld om mee te klooien. Geen dikke subsidie of zo. En dan ga je kijken wat er gebeurt. En dan ga je weer van leren. En dat doe je dan samen. En dan moet je niet zo bang zijn dat er precedentwerking optreedt. en dat niet alle burgers dat willen. Dan zeg je gewoon: nee hoor, dit is een uniek experiment. En we zijn voor unieke experimenten. En hoe meer we dat doen, hoe meer we leren met elkaar. En volgens mij is dat een goede zaak. Dus stoppen met burgerparticipatie. Tijd voor overheidsparticipatie. Volgens mij moeten we bij de overheid gaan leren hoe je zonder papier en zonder geld dingen voor elkaar kan boxen. We leven in een wereld van overvloed, al denken de economen dat we vanuit schaarste handelen. En zeker bij de overheid, ja, we doen het uiteindelijk voor elkaar, voor de burgers, met z'n allen, samen. En het is natuurlijk een misvatting dat mensen van de overheid het werk moeten doen voor de burgers. Want de burgers willen heel graag helpen. Niet allemaal, maar je hebt er maar een paar nodig. Dus er zijn genoeg mensen die de politie willen helpen met recherchewerk. Er zijn genoeg mensen die de uh, uh, gemeentewerken willen helpen met een vraagstukje. Met z'n allen even helpen, als er maar een barbecue bij is. Uh, er zijn genoeg mensen die voor de klas willen staan met hun kennis en expertise, als het maar niet te vaak is. En in de zorg willen mensen af en toe wel helpen. Alleen we hebben het heel slecht geregeld. Uh, ik heb geleerd dat als je dingen niet op papier zet, dan hoef je ook niet te houden aan wat op papier staat. En dan kun je gewoon je plan weer aanpassen. En bij de overheid zijn we nogal gewend om dingen op papier te zetten. Dan ligt het vast en dan gaan we er meningen over vormen. En dan gaan we erover oude hoeren en discussiëren. Het kost allemaal tijd en je leert niks in de tussentijd. En als je het niet op papier zet, ja, dan kun je gewoon gelijk beginnen. Als je ook geen geld nodig hebt voor dingen, dan kun je ook gelijk beginnen. Dan hoef je niet te stoppen als geld op is. Dus we moeten op een andere manier leren gebruik te maken van de overvloed van allemaal dingen die we nu hebben. En dat kan al lang. En buiten de overheid zijn ze er al veel beter in. Dus het wordt tijd dat wij de overheid gaan helpen. Maar dan moeten ze wel luisteren. Volgens mij beweegt de wereld veel te snel en gaat die zo snel dat, ja, je kunt wel beleid gaan maken, maar er is bijvoorbeeld beleid op het gebied van windmolens. Ik heb laatst met mensen gesproken die met windmolenparken bezig zijn op de, uh, bij de Noordzee en windmolens slaan helemaal nergens meer op. Dat slaat nergens op. Kijk even naar ontwikkelingen op het gebied van grafeen. Dat is een één atoom laag dikke uh, laag van uh, grafiet. Dat zit in je potlood. En met dat spul kun je superaccu's maken die heel licht zijn, want er zit geen lood in. En dan in één keer kun je energie sneller opslaan, vaker laden, ontladen. De actieradius van elektrische auto's neemt toe. Uh, er zijn zoveel uh, technologieën aan het convergeren met elkaar. Dat heel veel dingen die we nu nog gaan doen zijn, dat zijn allemaal aannames die we niet getoetst hebben. Die slaan nergens meer op. Uh, onderwijs. Onderwijsbeleid, wat een flauwekul. We leiden mensen op voor banen die er over tien jaar niet meer zijn. En over tien jaar bestaan de banen waarvan we bestaan nog niet kunnen vermoeden. Dus we leven in exponentiële, convergerende tijden. De ontwikkelingen gaan te hard en we moeten even stoppen met beleid. We moeten even gaan wachten en kijken wat er gebeurt. En dan gaan we gewoon wat beginnen. Geen beleid maken, gewoon beginnen. Kijken wat er gebeurt. En dan gaan we de de rest vertellen wat er werkt en wat er niet werkt. En, dat, en beleid is meestal uh, één oplossing voor alles en iedereen. Dat werkt niet. En dat, on, ja, dat zien we elke dag natuurlijk. Dat lezen we in de krant, dat merken we in de Kamer. Allemaal leuk bedacht, al het beleid, maar het werkt niet. Dus gewoon lekker mee stoppen. Assumptions are the mother of all fuck-ups. Uh, niet getoetste aannames zijn de bron van nogal veel gedoe. En uh, bijna elk plan bevat behoorlijk wat. Aannames. En als je dus die niet toest of de klopt, een van die aannames niet, dan gaat je hele plan dat. Um, de snelste manier die ik ooit geleerd heb om, uh, om te leren, is gewoon fouten maken. Dat is nou eenmaal hoe we leren in de praktijk. Je, 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 je brandt je hand aan het vuur en je denkt, oh, dat moet ik niet meer doen. Daar leer je sneller van, van dan uh, het mag niet. Dus we moeten meer leren van fouten. Nou is er in Nederland iets grappigs aan de hand. Als je in Nederland in een organisatie een fout maakt, dan krijg je geen promotie. En dan moet je soms weg. In de Tweede Kamer ook heel grappig. Als dan een bewind uh, uh, iemand uh, een fout heeft gemaakt. Of verantwoordelijk is voor de fouten van zijn medewerkers. Dan sturen we hem weg. Allemaal heisa-toestanden. Nou, leuk circus. Maar eigenlijk geven we het verkeerde signaal af. Eigenlijk zeggen we: Deze weet hoe het niet moet. Die heeft aan het publiek een fout gemaakt. Ja, weg. Dat is toch raar? Dat zou hij juist niet nog een keer doen? Dus volgens mij moeten we gewoon veel meer fout, heel, heel anders omgaan met fouten. We moeten fouten gaan tolereren en uh, ja, ik roep altijd, we moeten een loser van de weekverkiezing uh, moeten we gaan doen in elke organisatie, dus degene die de coolste fout eerlijk durft te delen met de rest, zodat de rest die fout niet ook hoeft te maken, dat is de enige manier om te leren. Nou de pest is, we hebben dus een hele discussie over ZZP'ers in Nederland en iedereen denkt oh die zijn allemaal in hun eentje, maar die zijn niet in hun eentje, die zijn met z'n Sneller dan ooit, wendbaarder dan ooit en die leven van het delen van kennis en het maken van fouten. Dus als een ZZP een fout maakt, hé, niks aan de hand, hij heeft wat geleerd, doet hij juist niet nog een keer. In overheidsorganisaties worden heel, ja, heel veel fouten gemaakt, maar die zijn ze aan het camoufleren of een andere schuld aan het geven met alle gevolgen van dien. Nou, daar moet wat gebeuren. Die cultuur rondom fouten, daar moeten we wat mee doen. Want als je eerder fouten maakt, ja, dan had je niet allemaal grote ICT debakels. Bespaar miljarden, burgerblij, wij meer geld met z'n allen, iedereen gelukkig. Meer fouten maken. Een hele populaire bezigheid in het openbaar bestuur is rondom elk dossier best practices verzamelen. Dan ga je op zoek naar iemand die al iets heel slims geregeld heeft op een bepaald onderdeel, op jouw beleidsterrein. En dan ga je op zoek naar andere mensen die ook iets goeds gedaan hebben. En dan ga je dat opschrijven en dan zet je het in een boekje. En dan zeg je, kijk, zo kan het ook. Hartstikke leuk. Ik ben helemaal voor storytelling. En dat soort verhalen moeten we ook optekenen. Maar volgens mij wordt er een denkfout gemaakt. Volgens mij denkt iedereen dat als je zo'n best practice gaat doen, dat het dan goed komt. Volgens mij is dat in de meeste gevallen is dat niet het geval. Volgens mij moeten we namelijk naar best people. En dat is een, iemand die gewoon zo'n best practice gedaan heeft. Alleen ja, unieke eigenschappen beschikt: ervaringen, inzichten, netwerk en referentiekader. Waardoor hij of zij net in staat was om zo'n rare situatie om te buigen en iets te creëren. En dat is niet schaalbaar in elke situatie. Maar je kunt wel van zo'n dame of heer wel wat leren. Want hij snapt het beleidsveld, hij snapt het onderwerp. Heeft een creatieve oplossing bedacht en volgehouden. En volgens mij moeten we de best people op elk vakgebied in kaart gaan brengen. En die er gewoon bij slepen. Oh, of ze vanmiddag je willen helpen. Meestal doen ze dat heus wel, want ze zijn betrokken op het onderwerp. Dus stoppen met best practices. En de best people bij elkaar zitten. Met gratis koffie en wat lekkers. We klagen met z'n allen heel vaak dat uh, burgemeesters en wethouders dat die op snoepreisjes gaan. Dan zitten ze van onze belastingcentra, zitten ze dan een beetje wijn zuipen ergens ver weg op een oord en uh, schande. Nou, wat mij betreft kunnen ze dat niet vaak genoeg doen. Het voordeel is, als ze niet thuis zijn, heb je er ook geen last van. En het leuke is, als ze op een conferentie zijn, dan leren ze van hun collega's hoe die vraagstukken hebben opgelost. En again, je kunt het snelst leren van fouten. Dus alle fouten die alle andere burgemeesters al gemaakt hebben, hoef jij dan als burgemeester niet ook een keer te maken. Een mooi voorbeeld. De burgemeester van Londen, Boris, die komt, stel ik me zo voor, op zijn conferentie, ergens in New York, zijn Franse een Parijse collega tegen. En die zegt: Hé, hey, joh, hoe hebben jullie dat eigenlijk opgelost met al die witte fietsen daar? Dat oude idee van de hippies uit de jaren zestig in Amsterdam. Oh, nou, we hebben gewoon een hele slim ambtenaar op zitten en die heeft het even opgelost. En ik geef je zijn nummer wel even en dan hebben jullie dat in Londen ook. En dan zegt Boris: Helemaal top. Die komt thuis, geeft dat visitekaartje van die Franse man en een van zijn beleidsambtenaren. zegt: Joh, ga eens even bellen met die gasten. Want die hebben iets heel slims, dat moeten wij ook hebben. Dus volgens mij moeten we de burgemeesters vaker met elkaar laten praten. Is dat een heel goed idee? Uiteraard wordt het een bende bij de overheid. Als iedereen zomaar zijn eigen software gaat downloaden op de computer. Zeker als het Windows-computers zijn. En dan liggen alle data gewoon op straat. Ik was een tijd terug met uh, grote vriend Brenno de Winter op een conferentie voor Nederlandse burgemeesters. Dat was na de Diginota-affaire. Nou, daar hebben we het nodig beetje te stouwen gehad. En het prachtige was: Brenno had een geweldig verhaal over privacy, security, hacken. En daarna mocht ik met een verhaal over openheid en vrijheid en delen met elkaar. En uh, toen was er een hele slimme burgemeester en die zei. Zegt uh, Brenno, Martijn die vertelt precies het omgekeerde van jou, wat vind je daar nog van? En waarop Brenno met zo'n smile zei, ja maar Martijn heeft wel gelijk. En toen keek iedereen natuurlijk naar mij en toen zei, ja maar Brenno heeft ook gelijk. De weerbarstigheid van deze tijd is dat twee tegenoverliggende scenario's simultaan waar kunnen zijn. Tuurlijk moeten we data beschermen bij de overheid, tuurlijk moeten we onze IT beschermen. Uh, maar, maar 5% van alle data van een gemeente is mission critical. Ja, dus de meeste gegevens, de meeste beleidsdingetjes, de meeste memo's bevatten geen uh, explosief materiaal. En om zeg maar 5% van alle gevoelige data te beschermen, hebben we de neiging om 100% op slot te zetten. Nou, dat werkt überhaupt niet. 100% op slot bestaat niet, want je kunt het altijd op een andere manier bij data. Dus we moeten op een hele andere manier leren nadenken over overheidsdata... Privacy, gevoeligheid en beveiliging. En dat is een belangrijk dossier, maar ik denk dat alles op slot zetten, averechts werkt.